Het Cambuurstadion weer goed gevuld. Bijna 10.000 toeschouwers hopen op een heerlijk avondje van hun ploeg in Leeuwarden. Maar Omniworld is een goed voetballende ploeg, dus moet je nog beter zijn. En dat is wat Cambuur doet in het begin. Het voetbalt fel, gedreven en lekker aanvallend. Hier de hoekschop van Diaz en de eerste goal is al daar. Mark de Vries, 6 minuten gespeeld. Hij heeft 12 op zijn rug staan. Maar hij is al lang niet meer de 12e man in de selectie. Hij is de nummer 1 spits en hij laat hier zien waarom dat is. Knap gekopt. Wilco Krimp probeerde van alles om hem daarvan te weerhouden, maar dat lukte niet. Een snelle goal dus. En dit is even oppassen voor David Meul. Want je hebt niet alleen Faria, maar ook Tayeb voorin bij Omniworld met de nodige techniek en dus ook inzet. Dan weer Cambuur, dus met Beekmans op het middenveld in plaats van Turk. En hier de Vries, niet van de bal af te krijgen. Daar gaat Van der Heijden. Hier is Diaz, die komt er niet aan. De Vries dan maar uit de tweede lijn, wat een goal zeg! Dit is nou wat je noemt in de touwen jagen. 10 minuten na de openingstreffer, opnieuw de spits met deze streep. Jonge, jonge, jonge. Daar is geen kruid tegen gewassen, ook niet voor de ploeg van Henk Wisman. En zij beginnen al heel vroeg in de wedstrijd aan het feesten. Hier is Tayeb. Voorzet aardig. Maar wordt niet afgerond. Tayeb voelt zich onbegrepen. Maar er is wel een hoekschop voor Omniworld die erbij hoort. En hier is het Omniworld dat scoort. Half uurtje gespeeld. René Troost. Een soort prongelijke goal. En dan staan ze elkaar achterin vreemd aan te kijken bij Cambuur. Hoe kon dit gebeuren? Nou, zo. Met zijn rug. Maar het is wel de aansluitingstreffer. Leuk voor de wedstrijd. Voor de neutrale toeschouwer. Een overgestoken Rudy Jansen. Hier is de Visser. De Visser. Tegen de rug aan van Tayeb. Maar nee, zegt Van Menen. Het was tegen de arm aan van Tayeb. Hij geeft een penalty. Oeh, dan kun je de protesten wel een beetje voorstellen. Vooral omdat Tayeb ook probeert zijn arm weg te halen. Dus het was niet de hand naar de bal, maar andersom. De Visser zelf, de penalty specialist. Hij maakt hem niet. Goede redding van Erwin Friebel. Gerechtigheid, zeg je dan. Want het was te makkelijk gegeven, deze pingel. En Friebel zorgt dat de marge dus maar 1 blijft. Intussen blijft de wedstrijd heel erg leuk. Beide ploegen voetballen open en aanvallend. En dan kan er van alles gebeuren. Hier is Van der Heijden erdoor. Van der Heijden inhouden en schieten. Prachtig gedaan. 4 minuten na de gemiste penalty is het dan toch 3-1 voor Cambuur. En wordt het ultieme aanvallende voetbal dat de Friese spelen opnieuw beloond met een doelpunt. Verdedigers zijn te laat. En Friebel kan alleen maar kijken. Supporters zingen. Iedereen heeft het gevoel dat deze wedstrijd met de goal van Van der Heijden al binnen is. Hier is Guit. Beekmans. Van der Heijden. En daar is de Vries met zijn volgende kans. Nu raakt hij hem net niet lekker. En schuift hij hem naast. Wel de waardering voor deze aanval en het bedienen van deze spits. Dan een uitbraak. Plotseling is daar Faria helemaal vrij. En die blijft cool zeggen. Een minuut voor de rust is het dan toch weer 3-2. Zo blijft het een leuke wedstrijd. Dat mag de verdediging van Cambuur zich aanrekenen. Dat het zich hier te makkelijk laat uitspelen. De buitenspelval klopt niet. En Faria blijft cool. Vlak voor rust dus. En zie hier maar eens cool bij te blijven in de rust. 3-2. Dus de stand aan het begin van de tweede helft. Alle gelegenheid nog voor Omniworld om nog verder terug te komen. Maar Cambuur krijgt de beste kansen hier met de Visser. Hij legt hem erin. Dit is een fout van de keeper en de verdedigers van Omniworld. Uur gespeeld. 4-2. Mooi gedaan. De Visser die zelf lijkt te schrikken. Maar het is natuurlijk ingestudeerd. Legt hem perfect in de hoek. Maar Friebel had die bal moeten hebben. Weet hij zelf ook. Hoe groot wordt dan de uitslag? Vraagt iedereen zich af. De Visser vindt Van der Heijden. Kan zomaar uithalen. Van de lijn gehaald. Nog eens Guit dan. Een schiettent af en toe.
Want het verzet van Omniworld breekt langzaam. Diaz met Marien Willemsen. Diaz is er langs. Maar moet er nog een keer langs en gaat dan op de bal staan en arrogant doen. En daar houdt Marien Willemsen niet van. Moet hij niet doen. Wat doet Van Menen? Rood. Dat moet dan zijn voor de intentie van de overtreding, want super hard was hij niet. Het maakt allemaal niet meer uit, want de uitslag staat. Omniworld was goed, maar Cambuur was beter. Cambuur, de ploeg van Menzo, wint met 4-2.